a long time ago. Was er een Wiimote? Ik ben mijn pet vergeten. Technicus, mag ik heel even mijn gele petje alsjeblieft? Nee, de andere gele pet. De gele pet ligt er bovenop. Dankjewel. Man achter de schermen vandaag er zelfs bij, jongens. Zo'n setup heb ik ondertussen. Goed, we doen het Vario-petje op. A long time ago. Er was nog meer tekst. Ik heb het niet gezien. Maakt niet uit. In ieder geval, goedemiddag allemaal. Many years later. Ik weet echt niet wat ik doe. Dit spel is zo zot voor de woorden dat ik nog niet eens mijn eigen intro kan gaan doen. Wario komt even voorbij. Present day, Diamond City. Diamond City. Waarom ook niet? Ik heb daar twee camera's. Ik heb er eentje daarop gestaan en eentje daar. Dus ik probeer op beide te focussen. Want het is een spel, dat moet je in een beetje los kunnen bewegen. Dus ik zie wel hoe ik mijn editen doe. En ja, hij is dus niet in HD. En die counter die komt nog niet. Twilight Princess komt deze let's play. Dus we gaan eerst even lekker veel plezier hiermee maken. Nou, een beetje wapperen met die emotes. Altijd leuk. Ik hoop dat mijn audio commentaar goed te horen is, jongens. Ik bedoel, het is de eerste keer dat ik deze set gebruik. Maar goed. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play WarioWare Smooth Moves. Ik ben er weer, Zelda Play 20 terug met, ja, een nieuwe Let's Play. En Smooth Moves, hij is heel vaak gerequest omdat het zo'n grappig spel is, dus we gaan hem ook zeker doen. Ik ga gewoon een nieuw file aanmaken, want ik heb hier al een speciaal ideetje voor. Naam, ja, die mag maar 5 letters bezetten. Weet je wat, gewoon zeep. Gewoon zeep. En ik ga gewoon met mijn eigen Mii. Ik ben rechtshandig. Ja. Ik ben helemaal klaar voor. Oké, nou. Je moet je polsbandje wel omdoen. Nou, dan zullen we dat maar voor zekerheid eventjes doen. Want anders sla ik dadelijk heel mijn microfoon door de kamer heen. Dus, ik ben al bezig. Leuk fotootje. Ik hoop dat de setup een beetje leuk is, jongens. Het is de eerste keer. Ja, greenscreen effect vond ik niet echt nodig. Aangezien dat, always use a wrist wrap. Play standing in an open area. Flat, de wegmicrofoon. Dus, waarom ook niet? We moeten gewoon point en click. Daar komt het praktisch op neer. Nou, de gimmick van deze Let's Play. Elke part, dit is part 1, gaan wij één level doen. Eén keer de gewone story mode, die is heel kort. En één keer gaan we kijken hoe ver dat we gaan komen. En dan is de vraag, als je het spel hebt, kunnen jullie verder komen? Daar ben ik dan zeker nieuwsgierig naar. Dus we gaan gewoon beginnen met Wario. En we zien wel hoe ver dat we gaan komen. Dus ik ga het gewoon doen. Mysteries from Baden Found. En dit is wat Wario doet in zijn vrije tijd. Vreten. En ook hoe. Ah, nou worden ze snoepjes gejaagd. Ja, dat maakt je boos. Dit is naar mijn mening gewoon echt nog altijd de beste Wario game die eruit is. Ik bedoel, de Wii U versie, ik vond hem niet zo goed. Huh? What is this? Wow! Oké, voice acting is niet echt nodig. Zet je animatie trouwens. Oh, en nou zou ik even stil zijn. The remote control. Hold the four buttons straight. With the tip pointing forward. This simple stance reflects one of life's fiercest and greatest sports. Channel surfing. Oké, laten we maar beginnen. Kom maar. Dus we krijgen allemaal microgames en dan moeten we dus zo snel mogelijk die games halen. Het is heel moeilijk om uit te leggen welke games je moet focussen. Je moet touwtjes springen. Ik weet niet, je hebt het allemaal. Waarom zou je een snor afskeren? Wat is dit voor... Dit is... Nee. Nee. Een probleem mee. Oké. Maar het is nou toch alleen nog maar deze stand, maar er komen nog veel meer posities bij, jongens. Echt wat leuk. Ik ben aan het koken. Waarom ook niet? Het is leuk. De muziek is ook gaaf. Oké, we hebben nog meer. Weg, 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 weg. Ik jaag jullie weg met een stokje. Dat dacht ik ook. Oh, en nou moeten we sneller. Ja, de gimmick van het spel is, het gaat ook steeds en steeds sneller. Dus, waarom moet ik eens neus peuteren? Waarom spel? Schieten. Bam. Oké, dan niet. Werkt goed. Nou, en dan krijg je dus de boss stage. En dat is dus het laatste van het level. En laten we maar kijken wat we moeten gaan doen. Blow him away.
intensiviteit. Ik weet niet naar welke camera ik kijk, maar dat maakt niet uit. Nee. En dan vliegen we er ook nog eens even mee weg. Oké, dus nu hebben we een verhaal gehaald, dus krijgen we te zien wat er nou gebeurt. Katzien! Hij is wel blij. Zo. Hij is een beetje uitgeput. Ja, heel leuk, hè, Mario. We hebben een stokje gevonden, oftewel een Wiimote. Volgens mij was dit ook een van de games die als eerste uit was gekomen met de Wiimote om dus alle moves te vinden. Nou, die bewaren we dus voor de volgende aflevering. Maar zoals ik al zei, we hebben dus een hele leuke challenge. Hoe ver ga ik komen en hoe ver kunnen jullie komen? Ik weet nog steeds in welke camera ik ga gebruiken, jongens. Dus probeer naar elke camera te kijken. Niet zo veel uit. Het gaat om de bewegingen erbij. Het is smooth moves. Het moet een beetje loskomen. Maar tot nu toe hebben we nog niet echt veel moves gehad, maar dat maakt niet zo veel uit. Oké, we gaan het gewoon doen. Nou kunnen we het videootje skippen. Oké, hoe ver kunnen we komen? Een drol op een stokje. Hartstikke leuk. Oké, dit gaat eigenlijk super snel. Weg, weg. Ik heb een stinkdier op een stokje. Ik heb een stinkdier op een stokje, jongens. Oké, whatever. Oké, nou gaan we weer koken. Waarom ook niet? Oké. Hartstikke mooi. Oké, dat was creepy. Niet weer! Rip moustache! Dat zou ik nooit doen met mijn snor. De muziek blijft leuk. Ik schiet jou neer. Nou, die vier dingen trouwens die je daar bovenin ziet, dat zijn je levens. Dus zo vaak mag je falen. En zijn je levens op, dan is het dus game over. Dus we gaan gewoon kijken hoe verder we komen. Dit gaat nou eindeloos door. Oh. I did it. Een soort van. Ik slaap bijna weer tegen mijn microfoon, maar dat maakt niet uit. Oké, dan mogen we weer gaan wapperen. Dit ziet er zo graag uit. Waar je robot? Wegwezen. Met wind, waarom ook niet? Zelfde player gebruikt windvlaag. It's super effective. En nou krijgen we dus iets heel erg. Ja, we moeten een pose gaan doen. Ik ben hier heel slecht in. Waarom ook niet? De bottle opener. Heel erg rustig. Oké, nou. Dat krijg je dus alleen maar als je het gedaan hebt. Nou wordt het dus een stuk moeilijker. Nou zien we dat we weer een snorretje moeten weghalen. En zelfs daar nog iets. Dus nou wordt het level een beetje moeilijker. Oké, wordt leuk. Weg! Ik heb weer die stingdier. Weg! Oh, 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 oh. Hoi, 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 Hadouken. Oh, weer dat ding. Oké. Dat ding, dat is creepy. Dit spel is creepy. Oké, hi. Sommige minigames zijn gewoon veel te makkelijk. We hebben nog meer. Oh, nou moeten we zijn handjes neerschieten. Oké, nou we zitten op 16. Ik ben even benieuwd hoe ver dat jullie kunnen komen als jullie. Oh boy. Als jullie dit spel ook hebben. Ben ik nieuwsgierig naar. Post op Facebook of wel, weet ik veel. Oh, mogen we weer. Kom op, ik doe het! Ik doe het! Oké. Ik ben nog geen leven kwijt, jongens. Ik ben pro. This is uncomfortable. Oh, hij verdedigt zichzelf nu. Oké. I'm awesome. Oh, dan krijgen we weer zo'n pose. En dit is pas één dit is één ding wat je hoeft te doen. Je hoeft alleen hem vast te houden en te richten. Hoi, Hadouken. Ik weet niet naar welke camera ik kijk, maar kijk ze naar het allebei. Waarom ook niet? Oké, het gaat nou al een stuk sneller. Oh, oh. Ja, ringbuitjes die mogen niet, hè? Wat zeg. Wat een neus. Oh, jij mag niet lopen. Ha, ooit gehoord van moonwalken, dat was airwalken. Oh, ho. Oké, dat was weer een nieuwe game. Ze komen er in één keer nieuwe games tegen. Oh, weer hem, weer die creepy.
Hier, hij bijt gewoon bijna de cameraman op, zag je daar? Zo. Mario is creepy. Oh, hoi. Ik richt. Ah, good guy with a moustache. Nog sneller, oh boy. Nou, iedere keer als je dus... Nasty. Maar iedere keer als je dus een leven kwijtraakt en je haalt de bos, dan krijg je er wel weer een leven bij. En zoals je ziet, de tijd gaat nou ook steeds sneller. Dit is stressvol. Oh, en zo ga ik dus elke stage doen. Oké, okay, ik ga weer. Kom op, ik doe het! Ik doe het! Ik doe het! Ik doe het! Oké, ik heb hem gehaald. Oh, hoe lang ga ik dit volhouden? Oh. Ja, jullie kunnen het waarschijnlijk al zien in de tijdcode, hè? En mijn audiocommentaar die klinkt hem heel erg... Dit is zo weird. Oh, nou, weer even een moment van rust. Als ik moet gaan liggen, dan ga ik niet aan beginnen. Ik heb geen idee. Het is de splan. Ik heb geen flauw idee. We doen alles legit. Oh, we zijn er alweer. Nou gaat het dus heel snel. Oh, hoi. Hoi. Hoi daar. Hoi doe. Auw. Oké, dat is het eerste leven kwijt. Shape. Kom op. Dit gaat slecht. Oh, hoi. Dit gaat slecht, jongens. Weg. Ik heb een roze drol op een stokkie. I don't need them. Oh, kom op. Doe het. Oké. Okay. Oh boy. Oh, dit gaat zo snel, jongens. Ik heb dit nog niet eens op fast forward staan, jongens. Dit is gewoon echt het spel op het moment. Oké, okay, blow. Kijk hoe snel dat de kring dan niet is. Yeah! We hebben een leven! Oh god, wat nou weer? Nou, zo hè, sharpshooter, zo. Ik weet niet, ik sta achter mijn microfoon. Oh! Hadouken! Hoi! Ik ben er heel slecht in. Oké, wat nu? Focus. Ik richt erop! Hij doet het niet! Oh, ik ga zo dood. Ik ben de masterchef. Kom op, ik wil 45 halen. Weg, ik wil de 45 halen, weg! Ik ga zo snel! Oh boy, shit. Oké, goed zo. Shoot hem. Kom hier. Goed. Hup. Muziek. Oh, niet meer. Dit is echt vermoeid voor je arm, dit. Nee. Haha, ik weet niet of die te horen was. Mijn arm knakte. Nou ja, we hebben de 45 gehaald. We hebben nog 2 levens. Ik ga dit zo niet redden tot de bos weer. Yay! Freeze frame. Nee, niks freeze frame. Screw it. Focus. Ah, hoezo moet je stoelen vangen? Oh, wat. Ja, hier, kijk eens. Hartstikke mooi. Die was goed! Ah. Oké. Zee, eerste plaats. 48 punten. Ja, Peter, dat is mijn pa, die heeft dit spel ook heel erg vaak gespeeld. En we hebben dit ook een keer in een livestream gedaan met Gamepit. En daar was dat Gamepit er dus ook bij. Maar 48, dat is mijn highscore. Kun je dat verbreken? Laat het weten in de reacties. En post een... ja, een foto ervan of iets op ZeldaPlay20 op Facebook. Link staat in de beschrijving. En misschien komt jouw foto dan wel in de volgende aflevering. Lijkt me hartstikke leuk. Dus ik dank jullie voor het kijken. Dit is WarioWare Smooth Moves. Volgende aflevering gaan wij dus richting... Oh, ik druk nou op retry. Dat wou ik niet. Laat me lopen.
Dus nee, de volgende aflevering, daar gaan wij dus naar Mona toe. Ik doe helemaal niks, jongens. Hoezo haal ik dit? Maakt niet uit. Ik dank jullie voor het kijken. Heerlijk hoe dat ze daar zo goed liepen. Weet je wel, ik knip even naar voren. Dit kan niet. Goed, nou, we zijn weer terug. Dus we kunnen dat bij de volgende gaan we dus naar Mona. Dan moeten wij dus hoger als 42 zien te komen. En er staat nog een oude van mij, Steve. 13. Ja, dat is gewoon een storyline. Maar goed, dat bewaren we voor de volgende keer. Dus dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Laat ook weten wat de camera, welke camera het beste is. Trouwens, dat weten jullie niet. Dat kan ik alleen. Ignore die... Ja, ignore de maak gewoon. Tot de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Doei! 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 Oh, wacht, daar staat geen camera.